Welkom bij Excelsior 31 TV. Het mediakanaal van Excelsior 31. Samenvattingen. Interviews. Reportages. In ieder geval, allemaal hartelijk welkom op deze bijzondere bijeenkomst. Bijzonder? Jazeker. Want het is meer dan 45 jaar geleden dat de eerste steen van de toenmalige tribune werd gelegd. En wel door de opa van ons bestuurslid, commerciële zaken, met dezelfde naam, Pieter Oosthoeken. De plannen voor de uitbreiding van kleedkamers dateren eigenlijk al van zo'n 10 jaar geleden. We hadden eerst plannen voor de nieuwbouw van een kleedgebouw op de scheiding van veld 1, 4 en 5. Handhaving en renovatie van de oude tribune en alle bestaande kleedkamers was daarbij in de plannen opgenomen. Op initiatief van Gerrit Verlossen zijn wij de weg ingeslagen van een totale nieuwbouw zoals nu in uitvoering is. In eerste instantie hadden we een plan gebaseerd op 18 kleedkamers in één laag. Dat bleek uiteindelijk veel te duur. Door gebruik te maken van het hoogteverschil tussen veld 1 en 2 heeft Joost Hovering het plan omgedumpt naar de huidige uitvoering. Met kleedkamers in twee lagen. En we zijn al heel even weg om een van de mooiste sportparken van Nederland te worden. Door de ligging van onze velden tegen een glooiend landschap, onze groene voorziening in Rondel en ons kunstgras maakt deze nieuwbouw het geheel compleet, zodat wij als Excelsior daar trots op kunnen zijn. In deze ook een woord van dank aan de bouwers. Met name projectleider Michael Nijman en uitvoerder Jos Averes samen met onze bouwkundige Seiber van Brussel lossen alle onvoorziene zaken op, geven we op eindig initiatief de juiste mogelijkheden aan en met de inzet van alle onderaannemers liggen we aardig op koers de oplevering zo rond eind november, begin december tegemoet te kunnen zien. Zometeen de onthulling van de zogenaamde eerste steen. Deze eerste steenlegging heeft dus een symbolisch karakter. Het is een belangrijke mijlpaal in de 81 jaar oude rijke historie van onze vereniging. Een grote investering in de basis van onze voetbalactiviteiten. Een aanpassing van onze behoeften aan kleedaccommodatie. Die aansluit op de grootte van de club. Een eigen tijdse tribune en een ruimte voor onder meer sponsoren die ook op dit vlak bij oorlog tot groei. We spreken de hoop uit dat we nog lang en met veel genoegen gebruik kunnen maken van deze activiteit. Excelsior 31 TV. Direct de nieuwste video's ontvangen? Volg ons via twitter.com/Excelsior 31 TV.